De nieuwe wereld heeft afgelopen maanden een enorme vlucht genomen. En we hebben nog grote plannen voor de toekomst. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en evenementen. Schrijf je dus in voor onze nieuwsbrief en mail naar contact@denieuwewereld.tv. Wij hebben er zin in. En we gaan lekker door, hè? Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprek in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Lint, ik ga praten met David Pinto, hij is schrijver en wetenschapper. David, welkom. Dank je. Er hebben heel veel mensen naar jou gekeken, naar aanleiding van jouw biografie, autobiografie. Er staat van alles in, heel veel in, zoveel dat we dachten, nou, er moet tenminste het tweede gesprek uitkomen. Alleen de mensen zullen even gek opkijken, want die denken, wat heeft die man met zijn haar gedaan? Hij is al hartstikke jong, maar hij heeft een andere kleur haar gewoon. Ik heb een drankje, een speciaal drankje daarvoor. Oh, en als je dat goed gebruikt, dan krijg je ook goede kleur. Ja, nou, het is goed gelukt, moet ik zeggen. Dat is echt... Het is ook een wonder drankje ook. Het is echt wonderlijk. Wil je misschien toch voor de mensen die niet geloven? Of mag ik de vraag niet aan je stellen hoe oud je bent? Geen idee. Als ik het wist, zou ik het vertellen. Maar je weet, in dit boek heb ik verteld hoe dat ging. Bijna ongeveer hoe oud je bent. Bijna ongeveer, dat, geen idee. De dag weet ik, gek genoeg. In het paspoort staat 2 september, maar dat klopt niet. Het moet 21 augustus zijn. Hoe heb ik dat ontdekt? Ik vroeg mijn moeder, er moet iets zijn geweest wat te maken heeft met mijn geboorte. Ja, ja, ze wist iets. Toen die in die dood ging, was jij precies 2 weken. Aha. Vader gevraagd, vader, gaan we naar begraafplaats en al die stenen zoeken. Totdat we die enige hadden gevonden. Het jaar was niet leesbaar, maar de datum in het Hebreeuws, hè, voor Joods. En dat heb ik terugvertaald naar algemene datum. En zo kwam ik op 21 augustus. Maar welk jaar weet ik niet. Nee, maar je weet het wel ongeveer. Je weet het wel ongeveer. Nou, tussen de 18 en. Nou, wat zal het zijn? Tussen de 18 en 60 of zoiets. Wat heerlijk eigenlijk om het niet te weten. Misschien zou dat nieuw moeten invoeren. Exact, ja. Nu ben je directeur van het Intercultureel Instituut. Dat heb je ooit opgericht. Groot instituut. Daar heb je onderzoek voor gedaan. Onderzoeksopdrachten ook voor gedaan. Ja. Met mensen over gesproken. Je hebt de term doodknuffelen bedacht. Ja. En toen viel, en dat wil ik toch nog even herhalen, toen viel Bolkestein in die tijd de partijleider die moeizaam begon, maar daarna tot grote hoogte steeg en ook veel gezag kreeg, die vond dat heel opvallend. En die zei, wacht even, die David Pinto, die heeft iets ontdekt, dat is belangrijk. Toen heb je met hem een paar gesprekken gevoerd. En toen werd ik zijn adviseur op allochtone beleid daardoor. Ja. Want hij zei, dit neem ik mee naar Zwitserland en dan ga ik daarover vertellen. Maar dat is het begin van een belangrijke discussie geweest. Hè? En daar wil ik het toch even graag met je over hebben. Want een discussie die natuurlijk nu nog steeds voortgaat. En nog steeds alle kanten af en toe op lijkt te gaan. Klopt. Maar wat is het belang geweest van dat begin? Van jouw adviseurschap? Wat heb je hem precies verteld? Nou, wat ik in dat hele... Het was een vrij groot stuk in de Volkskrant. 18 juni 1988. Ja, dat is zo vaak herhaald. En zo vaak geciteerd dat ik dat uit het hoofd weet. Dat ik constateerde, al lezend en al zoekend, van Nederland is niet goed bezig met haar migranten. Eindeloos maar ja, geld en subsidies en instichting en nog een stichting om maar die zielige migranten te helpen. Niks mis mee, prima. Maar, dacht ik, gewoon van gezond verstand, je kunt iemand wel helpen, maar niet tot de eindigheid, want anders maak je hem afhankelijk van jou en jij bent ook afhankelijk om te helpen. Dus ik zou bedenken, termijn en resultaat. Zo van, je hebt mijn hulp nodig, ik ga jou helpen. Wij gaan afspreken binnen wat voor termijn en welke resultaten en dan stopt het. Ja. Nee, dat was eindeloos. Tot vandaag eigenlijk. Het is niet veel veranderd. Een klein beetje. Enige wat veranderd is dat nu een consensus is dat het inderdaad doodknuffelen was ineens. In het begin heel Nederland ging over mij, zwart en wit, over mij heen van, wat is dat nou? Of zoals iemand zei, je bent zelf buitenlander. Nou in. Zo van, ja, dat mag je ook niet zo goed zijn. Toen, ja, natuurlijk. Daardoor die groepen werd jij toch als verrader gezien. Precies. Binnengehaald door de VVD, binnengehaald door Bolkestein. En jij gaat ons verraden. Dat in die moeilijke positie kwam je terecht. Maar ik was nog niet eens in contact daarvoor. Toen ik dat schreef, was ik nog
Dat had ik niets met VVD te maken gehad. Alleen het omgekeerde was gebeurd. Hans Dijkstal, die zei tegen, in mijn bijzijn tegen Bolkestein van... Heb jij gelezen dat stuk van David? Welke stuk? Over doodknuffelen? Nee, oké, David, volgende keer neem je mee, want hij moet het lezen. Hij heeft ons in contact gebracht, Hans Dijkstal. En toen Bolkestein dat las... Tot vandaag, in een aantal boeken, heeft hij een stukjes inleidingen geschreven voor mij, die zevende Bolkestein. En herhaalt hij nog steeds van, de eerste die echt de discussie op gang heeft gebracht, begint om met dat doodknuffelen. Want het was een heel andere mindset, een heel andere manier van denken. Zo van, niet helpen zover dat hij de mensen... helemaal invalide maakt. Je moet hun ook de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen. Nee, bijna het extreme idee van de verzorgingsstaat, van wicht op het graf en alle prikkels worden eruit gehaald om zelf enig initiatief te nemen. Ja, op een gegeven moment zei ik van een gezond iemand, als hij je op een stoel zet en laat hem gewoon niet lopen, niks doen, dan wordt hij echt, die spieren die gaan niet meer werken. Zo eenvoudig is het. Dus als je zo ver gaat dat voor iedere buitenlander bij wijze van spreken, echt, ik gebruikte een keer de term van meer officieren dan soldaten. Voor ieder buitenlander had je zoveel hulpverleners en adviseurs en ondersteuners. De hele industrie heeft daar allemaal in gebouwd. Industrie. Ja. In die is nog steeds, alleen iets minder. Ja, maar waarom is er juist, omdat die discussie natuurlijk wel een andere kant is opgegaan, is opener geworden vergeleken met die tijd, maar toch zeg je is er weinig gebeurd, weinig echt veranderd. Hoe kan dat dan? Een aantal redenen daarvoor. Sorry, de eerste is belang, de industrie. Mensen die daarin werken, die willen dat behouden. De andere, veel kwalijker, is... De traditionele arbeiders zijn eigenlijk er niet meer voor de sociaal-democratie. Daarvoor zijn buitenlanders gekomen. Die stemmen voor GroenLinks en D66 en Partij van de Arbeid, die komen uit die hoek. Dus als zij kritisch, of realistisch, niet kritisch, maar realistisch zouden worden, dan vrezen ze dat ze dan die stemmen verliezen. Dus electoraal gewin maakt dat de mensen gewoon wegkijken. Ze weten wat jij en ik weten. Ze lezen zelf de kranten. Ze kijken op televisie. Ze zien hoe die mensen met de politie in ambulances en in zwembaden omgaan. Dat zien ze ook. Maar dan is er altijd van, ja, nou, het is maar een klein clubje. Ja, hoe groot moet de groep zijn om dan wakker te worden? Wat zou nu wel? Want we zijn sinds de doodknuffel, daar zijn we natuurlijk wel, jouw ontwikkeling heeft ook niet stilgestaan. Je bent hierover blijven denken. Je ziet, je geeft een aantal redenen aan waardoor het volgens jou bijna stilstaat, die ontwikkeling in de praktijk. Maar wat zijn wel oplossingen? Wat kun je wel? Wat zou goede stappen in de richting zijn? Het is veel eenvoudiger. Echt, het is serieus. Want de waarheid, zeiden de oude Grieken, de waarheid kenmerkt zich door eenvoud. Als het waar is, is het ook eenvoudig. Als mensen gaan ontzettend moeilijk doen, laat maar zitten. Het is veel eenvoudiger. Vanaf begin, ik ben de bedenker, zoals je weet, van inburgeringscontracten. Nou, daar begin je mee. Dat kostte mij ook jaren om daarvoor te vechten, om software te krijgen. Dankzij de Sef de Bolkestein, die had mij bij presentatie van een van mijn boeken, die zei van, David, ik beloof je, als wij in de regering komen, paars 1... beloof ik jou dat ik ervoor zorg dat dat wet wordt, de inburgeringscontract van jou. En dat is gebeurd. Nou, daar begin ik mee. Om te zeggen van, ben je hier? Mooi. 1, je gaat een goede inburgeringprogramma traject doen. Dat is 1. 2, onderdeel van, een van de 3 onderdelen vind ik van zo'n programma is, wij gaan jou vertellen wat wij in dit land normaal en niet normaal vinden. Wij gaan jou vertellen, wij weten nu inmiddels wie Marokkanen en Turken enzovoort zijn, nou gaan we het omgekeerd doen. We gaan jou vertellen wat wij hier wel heel belangrijk vinden, of niet. Aan jou daarna, misschien hoor je dingen dat je zegt van, nou, dit is niks, ga ik weg, prima. Maar wel, dat is nooit gebeurd en nu ook niet. Om aan mensen te zeggen uit Syrië of weet ik wat, of waar ze ook vandaan komen, van
Je hebt een bepaalde bagage meegenomen, de fijnmazigheid van mij, van nazigstructuur, van jouw achtergrond. Prima, dat begrijpen we wel. Collectieve identiteit, dat snappen we wel, et cetera. Hier, nu, is het is een individuele samenleving die stoelt op moderniteit en verlichting. Maar het is wel een hele andere samenleving natuurlijk dan 30 jaar geleden. Ook heel anders samengesteld. Hè? We hebben, dat zie je aan de demografie. Een hele andere samenstelling. Het is niet meer de maatschappij van toen. Je kunt niet meer zo duidelijk zeggen, dit is wat wij willen, dit vinden wij, dit is duidelijk en hier hou je wel of niet aan. Zo duidelijk is het toch allemaal niet meer? Waarom niet? Nou, dat zeg ik, omdat de maatschappij veranderd is. De maatschappij er heel anders uitziet dan 30 jaar geleden. Maar Paul, of vind je het nog hetzelfde? Nou, wat niet verandert zijn de kernwaarden. Bijvoorbeeld, om de scheiding van kerk en staat is belangrijk. Gelijkwaardigheid, man en vrouw, homo, hetero. Wat ook gebeurt in wat wij ook worden, er zijn een aantal kernwaarden, en daar heb ik het over. Dus niet in details, want iedere individu is weer wat anders en dan ga je niet verdiepen van wat is het verschil tussen Groninger en Brabander, dat gaat te ver. Ja. Dat hoef je ook niet te weten als migrant. Nee. Zelfs een heleboel Nederlanders weten dat niet. Ik weet het omdat ik in Groningen woonde en ik was directeur van Stichting Welzijn Buitenlanders in Brabant. Dus ik dacht van, wat een verschil. Oké, maar daar hoef je niet te gaan. Maar wel die kernwaarden. Maar zat jij daar zelf ook in de industrie met de Stichting Welzijn Buitenlanders of niet? Ik ben directeur daar geweest. Ja, maar we hadden het net over die industrie waarvan je zei, dat, nou ja, dat was niet zo goed. Maar was dit ook onderdeel van die industrie? Ja, precies. Ja. In die tijd, ja, en ook door mij, zijn ze gewoon opgeheven. Omdat ik van binnen... Ja, jij ik ging van binnen, jij ik ging van binnen met een vooropgestelde doel. Ik wilde weten wat dat was. Want ik ben iemand die het wil ervaren. Want iedereen zei, jij bent een onderwijsman. Welzijn is een heel andere wereld. Maar hoe dan? Ja, hoe zal ik het je uitleggen? Ik zei, weet je wat, dan ga ik een keer werken daarin. Toen werd ik als opvolger van Mohamed Rabah. Die ken jij nog van GroenLinks. Ja. Hij was de duo-lijstaanvoerder. Precies, met Ina Brouwer. Hij was directeur van die stichting Welzijn Buitenlanders in Brabant. Hij werd directeur Nederland Centrum Buitenlanders in Utrecht. Dus zochten ze een directeur. Ik had gesolliciteerd met open armen ontvangen. Cultuurschok zeg, maar om het helemaal eerst en daarna jij. Maar het gekke wat Paul was van, een van de dingen wat ik aantrof, waren van die posters van Palestijnen en zo. Ik zei, wat is dit nou? Ja, jouw voorganger is een pro-Palestijn iemand, dus hebben wij allemaal posters. Ik zei, wat? Weg! En heb ik gewoon echt weggerukt. Van, wat is dit? Nou, dit is een welzijnsstichting. Jullie moeten zorgen voor buitenlanders, niet voor Palestijnen. Daar ergens in waar problemen zijn. Nee, dus dat was een enorm... Een ander shock was dat ik op een gegeven moment binnenkwam en ik zag een heleboel vrouwen op een bankje zitten. Ik zei, wat doen jullie? Waar wachten jullie op? Ja, Huib, een van mijn adjunct-directeuren, hebben wij afspraak mee om 2:00. Ja, maar het is nu 3:00 intussen. Ja, wij wachten gewoon. Dus Huib kwam, die zei van, kom eens bij mij. Wat is er gebeurd? Je had afspraak om 2:00. En laat mensen gewoon wachten. Ja, ik zat lekker wijn te drinken met de burgemeester van Etten-Leur. Zie je? Dus ik begon echt mensen van op afspraak en op tijd. En toen zeiden ze van, je lijkt wel een agent. Maar je wordt betaald door de overheid. Moet je gewoon iets voor doen. Nou, dus van binnenuit heb ik gezien dat eigenlijk... Voordelen die je had daarover, die bleken allemaal bewaarheid. Zo waar dat ik op een gegeven moment... Met diezelfde Huib stond ik buiten mijn eerste toespraak aan buitenlanders. Daarvan zei ik echt oprecht, echt gemeend van, vanaf nu dat ik hier directeur ben, we gaan werken aan kadertraining. Om jullie onafhankelijk te maken van ons, zei ik gewoon in alle... Wij kwamen binnen in huis, in mijn kamer, diezelfde Huib zei tegen mij van, David, wat je net zei, meen je dat nou? Zei, hoe bedoel je? Kadertraining, ja, dan hebben wij dan geen... Nee, wat zeg je? Ik heb begrepen dat een goede hulpverlener, zei ik, is degene die zichzelf overbodig maakt. Ja, zegt hij in theorie. Ja. Dat was echt mijn shock.
Ja, maar dat was in, vanaf dat moment, zo is het ook ontstaan, dat doodknuffelen. Hè? Want daarna, ik heb het gezien van binnen. Mag ik toch even, hoe heb jij, ze hebben toen duidelijk met jou vanuit hun optiek het paard van Troje binnengehaald. Maar hoe heb jij jezelf daar binnen weten te lullen? Gewoon solliciteer. En ze hebben geen moment aangevoeld, wij halen vanuit hun eigen idee, hun eigen belangen, we halen een verkeerde man binnen. Hebben ze geen moment gezien? Geen moment, ja, het verbaast mij ook al achteraf, maar... Ja, gelezen, ze hebben gelezen wat ik allemaal gedaan had en wat ik, en ik was daarvoor docent, coördinator, transculturele pedagogiek. Ja, dat klinkt mooi, precies. Dus dat vonden ze een plusje. En ik was ook consulent anderstaligen, iemand die op het onderwijs adviseerde. Vanuit schooladviesdienst. Maar ze hadden een beetje door moeten vragen, hadden ze meteen jouw ideeën gehoord, hadden ze gedacht, we gaan niet met hem in zee. Of had je gedacht, nou nee, ik wil me hier binnenwerken, ik wil zien wat het is, de boel omvormen. Dus je hebt het gewoon handig gedaan ook. Zou hun nooit lukken om mij weerhouden, nooit. Nee. Maar je hebt je dus wel handig daar binnen gepraat ook. Nou, gewoon aangeven van steeds wil ik. Dat is een compliment, David. Dat is een compliment. Ik bedoel, als je ergens binnen wil komen, dan moet je dat toch handig aanpakken ook. Heb je gedaan. Dat heb ik ook gedaan, maar dat deed ik mijn hele leven op die manier. Toen ik solliciteerde voor een consulent anderstaligen, gekoppeld aan adviesdiensten van Apeldoorn en Deventer. Ik wist ook niet, toen ik dat zag in Intermediair, een heel grote advertentie, waren nog twee vereisten die ik niet had toen. Je moest afgestudeerd zijn in de sociale wetenschappen, dat was ik nog niet. En je moest ervaring hebben bij basisscholen. Dat had ik ook niet. Dus ik belde Dick Stevens van, ik heb het gelezen even voor de informatie, ik heb dat en dat en dat gedaan, maar dat en dat niet. Wat zegt hij als ik dit hoor? Solliciteren, man. Eén klein stukje had ik gelezen, één heel klein stukje van een blad uit België over intercultureel onderwijs. Dat was helemaal in die tijd absoluut niet bekend. Hier spraken wij in Nederland in die tijd van bicultureel onderwijs. Zo van Nederlands en Turks, Nederlands en Marokkaans. Dus ik had heel goed bestudeerd dat stukje. En toen kwam ik bij die sollicitatiegesprek en toen zei ik tegen hem van als ik aangenomen word, een van de eerste dingen wat ik ga doen is het invoeren van intercultureel onderwijs. Wat is dat? Dus ging ik uitleggen. Nou, dat was... Nee, ik begrijp hoe dat gegaan is. Ja. Uiteindelijk kwamen we hier op omdat je wil weten... kijk, je hebt die inburgeringscursussen via Bolkestein allemaal in weten te voeren. Dat zijn opgeheven, opgeheven als Stichting Buitenlanders, opgeheven Nederlands Centrum Buitenlanders, opgeheven de plicht om kindertjes... binnen schooltijd OETC, onderwijs in eigen taalcultuur te geven. Ze van, wat doe je aan die kindertjes? Allemaal, heb ik allemaal voor gezocht. Eigenhandig. Weg. De industrie onderuit gehaald. Maar je kijkt dan. Ja, maar niet helemaal. Niet helemaal, want je zegt ook, zoveel is er uiteindelijk dan toch niet veranderd. Maar het handige is wel, zijn er landen in onze omgeving, hier in West-Europa, waarvan je zegt, nou die kunnen ten voorbeeld dienen. Want daar is het wel gelukt. Daar kunnen wij echt een voorbeeld aan nemen. Zijn die er ook? Polen. Of is het overal? Polen. Ja, Polen, maar is Polen, ja, nee, inderdaad. Nee. Ja, Polen, ik heb net een YouTube iets gezien, een minister of zo, die zei van, we hebben hier nul, en hij hanteert gewoon nul, ik herhaal, zegt hij, overal nul aanslagen, nul moorden, want wij hebben nul moslims, afgelopen. Ja. En er komt ook geen moslim binnen. Nou, hier kun je niet meer doen, hier kun je niet terugdraaien natuurlijk. Wat en sowieso zou je Polen toch ook niet meteen als het grote land het voorbeeld voor ons allen neer willen zetten, toch wel? Polen, is dat het beste land van Europa? Nou, nee, op dat punt... Jij gaat er nu naar Polen? Ga je naar Polen verhuizen? Ja. Ik denk het niet. Nee. Of Hongarije of zo. Hè? Nee, nou, dat is niet in zijn geheel. Maar in sommige dingen, dat is de extreme kant van weten te beschermen datgene wat je hebt. Dat is wat ik... Nederlanders zou willen een klein beetje van geven van, wees nou een keer bewust en hou van jezelf. Hou van je land. Hou van dat... Je moet per se ook de ander wantrouwen. Je kunt niet met de ander samenleven. Sorry? Hoe doe je? Je moet het, nou wat zoals ik het zeg. Jij wil even bedenktijd, hè? Nee. Je kunt niet met de ander samenleven. Je kunt toch ook, moet je de ander per se wantrouwen of kun je ook iets verzinnen om met de ander samen te leven? Nee, maar het hoeft niet te wantrouwen. Maar begin bij dat je zelf vertrouwt datgene wat je met de tijd hebt opgebouwd. Al die mooie dingen, wat ik noem de verlichting, moderniteit, wat heel langzaam is opgebouwd. Hou dat vast en omarm dat.
heel sterk en ga niet daaraan knibbelen. Ook niet als anderen komen die heel moeilijk te hebben waar ze vandaan komen. Want dan doe je hun onrecht, maar die doe je zelf ook onrecht. Ja, je ziet af en toe natuurlijk mensen die in heel moeilijke omstandigheden zijn opgegroeid. Dat geldt voor jou ook, hè? Berbersdorp, een lastige, kansloze situatie. Ik durf het bijna niet te zeggen, omdat ik weet dat jij geen vriend van de bent. Daar gaan we niet meer uitgaan over hebben. Abu Talib. Maar die heeft ook geschopt op burgemeester in Rotterdam. Ja, maar dat is niks. Nee, weet ik niet. Ja, natuurlijk, maar, goed, word je gewoon benoemd. Kun je een mening over zeggen? Ja, goed. Maar jij... Ho. Nou, daar komt hij binnen, hè, meneer Abu Talib. Nee, maar goed, maar hij is, Abu Talib is ook iemand die in ieder geval tot een carrière heeft weten te maken hier. Vanuit een kansloze positie. Dat geldt voor jou ook en niet een beetje ook. Hè. Heel veel bereikt. Nou, we hebben het in de vorige uitzending ook uitgebreid over gehad. Op wetenschappelijk gebied, je noemde net al de voorbeelden, ook echt impact in de politiek gehad. Dat is nogal wat. Dan kun je je afvragen, hoe kan het? Hoe is het mogelijk dat je, want ja, je kunt zeggen ik ben ambitieus, maar ja, er zijn meer mensen ambitieus. Hè? Ja. Wat is de reden dat jij, dat jullie, mag ik toch zeggen, of laten we zeggen nu jij, een van de weinigen bent die het gelukt is om zover te komen? Het is, heb ik geleerd uit een interview met Anil Ramdas, omdat hij door en door daarover vroeg. Programma maken bij de VPRO in het precies. Verleden. En door hem, hij wilde ook, hij was heel geïntegreerd naar zo'n achtergrond en zo'n uitkomst. En door dat gesprek met hem ben ik erachter gekomen, al pratend ontwikkeld, het idee van, het is bijna nooit één factor. Ambitie is één, maar doorzettingsvermogen is een andere. Creativiteit is een derde. Niet opgeven. Zelfkritiek. Positief zelfkritiek, kritisch zijn. Ben jij zelfkritisch? Ik ben het. En ik niet kan snel op de teentjes getrapt? Goed. Sorry? Niet snel op de teentjes getrapt? Niet zelf? Op de teentjes getrapt? Nooit. Nee, dan moet je echt... Nooit. Dus ik kan het dan gaan proberen, even kijken waar je zwakke plekken zitten, maar dan blijf jij lachen. Absoluut. Ja, ik moet nu aanhalen mijn promotor, Henk van der Molen. Je weet van als eenmaal de hele officieel gedeelte is geweest, dan komt er iets persoonlijks van. In een van de dingen wat hij vertelde van, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo goed met kritiek kan omgaan als David. Want ieder kritiek, gek genoeg, ook in mijn werk, ook in mijn wetenschappelijke werk, in publicaties, luister ik nog veel eerder naar kritiek dan iets anders. In de Talmud, ik ben opgegroeid met de Talmud, in de Talmud... is een verhaal over een van de grootste rabbijnen. De Talmud, hè? De Talmud, ja. Een van de grootste rabbijnen, die had een uitstekend student, zullen wij nu zeggen. En hij genot van, en zo iemand kwam te overlijden, en in plaats daarvan dacht men ook zo'n genie neer te zetten naast hem. En die genie, die tweede genie, die maakte deze rabbijn zo ontzettend ongelukkig. Waarom? Mensen wilden weten waarom. En toen zei hij tegen hem het volgende. Ik word zo zenuwachtig van jou. Voor alles wat ik zeg, heb jij 24 bewijzen dat ik gelijk heb. Heb ik niks aan. De vorige, voor alles wat ik zei, had hij 24 redenen waarom hij denkt dat ik ongelijk heb. Daar leer je van. Er staat daar iets bij, want als je dat belangrijk vindt, wat is een belangrijke kritiek geweest in je leven die jou verder heeft geholpen? Of die jou heeft veranderd? Volgens mij zit het gewoon in mij, om misschien de Talmudische vorming. Dat je naar jezelf, naar anderen, maar ook naar jezelf door en door en door vraagt. Door en door zoekt en niet genoeg neemt met iets wat opeens bij je opkomt. Ik was geloof ik 14 of 15 toen ik aan die man die zoveel invloed op mij heeft gehad, Jean-Jacques Lade, die filosoof uit Frankrijk, dat ik tegen hem zei in het Frans, gewoon uit mezelf, ik zat nu in ik taal te vertalen, chacun trouve de raison pour appuyer ses idées, zei ik uit het niks tegen hem. Pardon? Van iedereen vindt redenen om zijn idee te ondersteunen, zei ik tegen hem. Het was mij opgevallen. Ja. Toen zei hij van, zeg nou een keer, schrijf dat op. En toen zei hij van, doe mijn lol. Vanaf nu loop in je zak zo'n boekje met de pen. En iedere keer als zoiets bij jou opkomt, opschrijven. Het viel mij op dat mensen, dat gaan we straks bijvoorbeeld over Theo, terrorisme hetzelfde, van iemand heeft een idee, denkt, oh,
praat. En dan gaat van alles erbij zoeken om dat te ondersteunen. Al klopt het helemaal echt niet. Helemaal niet. Dat heb ik dus niet. Zelfs als ik iets bedacht heb, dan ga ik mezelf afvragen van, is dat het? Beantwoord dat aan die vragen die ik had? Want ik kom eerst met vragen van, ik ontmoet de dimensietheorie van Hofstede, Geert Hofstede, over verschillen tussen mensen. Nou, dan begin ik eerst met ongenoegen, met de vragen van, vier dimensies? Daarna werden ze vijf, daarna werden ze zes. Ja. Dus zei ik tegen hem van, dat alleen al, Geert, zei ik tegen hem, dat alleen al bewijst dat niks is. Waarom niet 8, waarom niet 12, waarom niet 36? Daar begon het mee. Dat is 1. 2, jij deed onderzoek bij IBM over de hele wereld. Dus alleen bij bedrijven van IBM, dat ga je vertalen naar nationale verschillen. Dat kan nooit. 3, zoals je het beschrijft, is statisch. Dat wordt niet anders. Nou, en zo allemaal bezwaren eerst. En toen dacht ik, ja, dan moet dus iets anders komen. Ja, maar wat dan? Ja, dat moet iets dat van toepassing op macro, zeg maar tussen de werelddelen, landen, op mesoniveau, binnen een land, tussen plattelanden en grote staat, binnen bedrijven, maar ook op microniveau. Zoiets moet komen die dat dekt en die niet statisch, maar evolueert. Positief of negatief. Nou, zo heb ik mezelf een aantal van die criteria eerst voorgelegd, van geschreven, wat voor theorie dat moet zijn. En zo kwam ik op die structurentheorie van, wacht even, dat is een structuur. De manier waarop wij ons gedragen, communiceren, die kent een structuur. Net als het verschil tussen grafiet en diamant. Ja. Die zijn precies van exact dezelfde materie, koolstof. Exact. En toch zijn ze zo verschillend. Waarom? Vanwege de structuur van die atomen. Nou, dat hebben wij ook. Dus wij kennen allemaal de regels van gedrag, communicatie, etc. Maar de structuur daarvan maakt het verschil tussen ons. En dat kan binnen twee van hetzelfde gezin, tussen mijn oudste zoon en zijn zus, exact hetzelfde. Het kan zijn tussen plattelanden en grote stad, maar het kan zijn tussen Marokko en Nederland of Somalië en in Verenigde Staten. Maar hier heb jij dus heel kritisch naar hem gekeken en daardoor verandering kunnen aanbrengen. Maar hoe is het andersom? Is er ooit in jouw leven iets geweest, een bepaald idee of wat dan ook, waardoor jij dacht, ik ben hierdoor totaal van mening veranderd? Ja, daar moet ik goed over nadenken, waardoor ik totaal van mening ben veranderd. Je denkt niet hetzelfde. Nee. Je, toen je 10 was, en we weten niet hoe oud je bent, maar dat kan van alles zijn. Ja. Maar er is wat gebeurd in die jaren. Ja, heel je hebt bij verschillende politieke partijen ook gezeten, dus ook dat. Mensen nou, daar heb je weer zo mooi voor schrijven. Roepen dan wel eens, oh, hij heeft alle partijen afgezocht. Ja, dat mag. Je mag kritisch zoeken wat je wil. Je hoeft niet je leven lang bij eenzelfde nou, partij. Nou heb je zelf een mooi voorbeeld. Maar daardoor ben je dus wel, zijn jouw gedachten wel veranderd? Ik bedoel, ben je van socialist liberaal geworden? Is er zoiets groots gebeurd? Of om dat soort veranderingen, heb je die doorgemaakt in je leven? Nou ja, op dat punt, op dat vlak van politiek in links en rechts, is inderdaad van alles veranderd bij mij aldoende. Hoe ging dat? In Israël was ik actief bij de Arbeiderspartij. Dus toen ik naar Nederland kwam, in Groningen, dacht ik, oh, dat is hetzelfde als Partij van de Arbeid. Ja. Nee dus, want, een voorbeeld, waardoor... Nou, dan hebben we het over crisis, etc. Jacques van Lagen, die dan kwam en zei van, ik heb een goed idee. Wij zaten in werkgroep onderwijs, samen. En zei, ik heb een prachtig idee. Wat dan? Nou, wij van de Partij van de Arbeid moeten gaan pleiten voor het afschaffen van zelfstandig gymnasia. Ik zei, waarom? Ja, want, zei hij... Je weet toch, ja, ik ben geen Nederlander, maar dat is een instituut in Nederland voor advocatenkinderen en dokterskinderen. Nou, en als jij dat niet wil en je wil niet jouw kinderen daar, dan stuur je jouw kinderen daar naartoe. Moet jij bepalen dat anderen zijn kinderen niet daar naartoe sturen? Zijn reactie was toen, ik praat nu over 1973, toen zei hij van, ik klinkt wel liberaal. Wat? Dus hij bracht je op een idee. Dat zijn bepaalde momenten. Maar in die tijd, Paul, was echt een vloek. In Groningen, liberaal, dat was not done. Nee. Dat was echt crimineel. Dus ik liberaal? No way. Nee.
Dat was het hoogtepunt van de oliecrisis met Den Uyl die de bevolking toesprak. Nee, dat was inderdaad een heel moeilijk moment. Ja, precies. En dan in Groningen. Ja, dus dacht ik, nou, dit is zo'n partij van de arbeid. Die gaat mensen vertellen wat zij moeten doen. Dat is niks voor mij. Maar wat dan? Ik ging niet daar om carrière te maken. Ik ging, omdat ik geleerd heb in Israël, een soort burgerplicht om politiek actief te zijn. Ja, wat nu? Nou, misschien 66, dacht ik. Ja. Dat is een beetje, oké, nou, bij eerste beste bijeenkomst over onderwijs, exact hetzelfde. En ook over minderheden, ook van, die zielige mensen helpen. Ja, hallo. Nou, ze hadden precies hetzelfde ideeën als Partij van de Arbeid. En ik was daar, ook daar, doorgedrongen tot landelijk verkiezingscommissie, LVC, landelijk verkiezingscommissie, landelijk van D66. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is een soort Partij van de Arbeid, alleen het heet anders, iets meer. Meer mensen van universiteiten dan bij Partij van de Arbeid, meer intellectuelen, maar verder ook niets. Nee, maar wat nu? Nou, dus niks. Niks. Echt, en toen had ik het opgegeven. Bolkestein was degene die in de Kamer, ik was een van de keren dat ik hem bezocht in de Tweede Kamer, dat hij bleef een keer in, nog een keer. David, volgens mij ben jij wel een liberaal. Je moet wel lid worden van VVD. Hij zei, nee, ik heb dat geprobeerd. Nu twee partijen, dat is niks. En ik heb niet het idee dat heel anders is. Echt waar, wij zijn heel anders. Niet zo ontstaan. Maar ik ben nooit in een partij geweest voor carrière. Ik volgde datgene waarvan ik dacht, toen Leefbaar Nederland kwam, misschien nu. Misschien is dat wel datgene wat ik denk dat het moet zijn. Ja, dat was ook inderdaad. Prima, met Pim Fortuyn kon ik fantastisch vinden. Wij kenden elkaar heel, heel goed vanuit Groningen. Dat zou ook iets groots zijn, passend in datgene wat ik denk dat het moet zijn. Ja, en toen werd hij vermoord. Och, dacht ik, God. Ja. Maar ik heb nooit, Paul, dat is dus nog iets hier in Nederland. Het is in een bepaalde stramming van, als je één keer, Marcel van Dam schreef een keer een column daarover, van mensen in Nederland, die zijn loyaal, niet aan zichzelf, maar aan de partij en de partijleider. En dat heb ik dus niet. Ik ben loyaal aan mijzelf. Dus als een partij gaat, wat Gedi Dankon een keer tegen mij zei van, ik heb zo'n bewondering voor jou. Wij allemaal worden of een beetje links of een beetje rechts. En jij blijft hetzelfde verkondigen al die jaren. Ik verander niks. De partijen veranderen. Ja, kan ik niks aan doen. Ja, maar je hebt wel daarna een andere stap genomen. Ook bijvoorbeeld een eigen partij willen oprichten. Wat is de partij waar je je nu het meest bij thuis voelt? Ik denk dat Forum voor Democratie heeft de potentie om datgene, de meeste, je hebt meer of minder altijd, je zult nooit één vinden die alles vertegenwoordigt wat jij wilt, maar in meer of minder denk ik dat Forum voor Democratie op dit moment beantwoordt aan datgene waarvan ik denk, ja, zo zou het moeten. Tot je dan weer in een vergadering zit en dat het weer over onderwijs gaat. En wie weet tot je op de been gezet, maar dat kan bijna niet. Hè? En ze willen toch niet de zelfstandige gymnasia gaan sluiten? Ja, nooit. Nee, dat zijn ze niet. Ik wou net zeggen. Nee. Maar wel, want ik niet van niks over onderwijs. Het onderwijs vind je heel belangrijk. Ik citeer even uit je boek. Hè. Ja. Trots, je zegt, ik was trotser op de installatie als hoogleraar in Israël dan in Nederland. Daar begint het eigenlijk mee. Waarom was je er trots op? Je geeft één ding weg en dat is een hele interessante. Je zegt de inspecteur in het onderwijs in Israël. Als je inspecteur in het onderwijs in Israël wil worden, dan moet je eerst een goede leraar zijn, daarna een goed schoolhoofd en hier moet je vooral een onderwijskundige zijn. Dat is nogal een verschil, hè? Ja. Wat een verschil. Nou, een heel mooi punt, Paul. Heel mooi. Toevallig had het ook te maken met die periode met Jacques Wallach. Hè, dat ik kwam, in plaats van het opheffen van gymnasia, kwam ik met iets anders. Van, als je toch over opheffen heeft, ik zou onderwijs, dat heette OCA, onderwijsadviescentrum of zo heet het. Ik weet niet of dat nog bestaat. Maar in die tijd had het een stuk of 48 in het land verspreid. Onderwijsadviescentra. Toen zei ik, dit moet je opheffen. Waarom? Ben je daar eens op bezoek geweest? Weet je wie daar werkt? Het waren mensen die afgestudeerd waren in onderwijskunde of psychologie of sociologie, nooit voor de klas gestaan en die gaan bij scholen om leraren te adviseren hoe les te geven. Ik zeg, maar je hebt nooit les gegeven, hoe weet je dat? Je hebt geleerd in boeken.
Dat is zo'n mega verschil met wat ik in Israël heb meegemaakt. Ja. Daar, voordat, je hebt inderdaad Moshe Melamed, mijn inspecteur daar, een Jood uit Iran, heel streng. En die, ze had mij aangekondigd dat hij een keer komt voordat ik een vastaanstelling zou krijgen. Hij komt eerst om een uur, gaat hij achterin zitten en gaat observeren, kijken hoe je het doet. Ja. Maar dat is iemand, Paul, met gezag, want hij zelf was een uitstekend leraar. Daar wil je ook van horen wat hij van je vindt, dat vind je ook belangrijk. Daar accepteer je ook de kritiek exact. Van. Ja. En hij kan ook aangeven wat wel goed of niet goed is. Dus hier, wat is een inspecteur? We hebben ook inspecteurs hier, maar wie zijn dat? Ambtenaren die komen en die tellen hoeveel kinderen heb je nu en wie is op... Dat is geen inspecteur. Daar kun je onderwijs niet mee vooruit helpen, niet. Als ik stagiaires had in Israël, heb ik hun echt bijna met geweld erin gepropt van een kind is als leem in handen van een kunstenaar. Jij als opvoeder, net als de ouders, die kunnen een prachtig iets van maken, maar die kunnen ook een heel lelijk iets van maken. Dus besef wel dat jij hebt heel veel meer invloed op het kind dan mensen veronderstellen. Dus wees ervan bewust, dan moet je ook zulke mensen de juiste opleiding geven, de juiste training, voordat je in je kon dan makkelijk ontslagen worden. Als de inspecteur vond van de pedagoog bijvoorbeeld didactisch manier van, dan word je gewoon ontslagen. Punt. Ja, nou ja, goed, nee, maar dat zet er wat meer druk op. Misschien wel interessant om dat in te voeren in Nederland. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Dan zou je heel veel van je medelander mee helpen, eens voor altijd. Om dan onderwijs, als je toch iets doet, is mij opgevallen, ze sleutelen van aan alles aan leerlingen. Ja. Nog meer van dit, maar nooit aan de leraar. Terwijl die figuur is degene die dat bepaalt, wat er uitkomt uit zo'n leerling. Maar hier zijn ze nog niet zo snugger om te gaan denken van, hé, misschien moeten wij aan de leraar gaan sleutelen. Nee, de lerarenopleidingen veel beter maken, zorgen dat beter die inspecteur inderdaad gewoon op een ander niveau zetten, op een andere achtergrond aannemen, noem maar op. Er is één punt, dat heb jij tijdens het interview gezegd, dan zeg jij, we gaan het nog hebben over theoterrorisme. En ik zou kunnen denken, als ik zit te kijken, hoe weet hij dat? Je hebt de vragen niet gezien, dat doe ik namelijk nooit, allicht niet, daar ga ik zelf over, dat willen we ook niet, dat slaat ook nergens op, open gesprek. Maar ik heb je wel even van tevoren gebeld, we hebben wel gezegd, wat zijn thema's die je interessant vindt, dat willen we weten. En toen zei jij, dat is een heel interessante. En je hebt mijn hele wisseling, je bent met de vriendenclub ben je erover aan het nadenken, wat is dat nou precies? En dat is een van de belangrijke thema's in deze tijd. Maar ja, wat is het dan theoterrorisme, want daar kun je urenlang over discussiëren en we hebben niet gek veel tijd meer, ook al kunnen we uren door, maar doen we niet. Dat doen we een andere keer. Niet? Ja, doen we een andere keer. Maar theoterrorisme, wat is voor jou de definitie? Dit is bedacht, een term bedacht is door mijn goede vriend en collega Paul Cliteur, die heeft theoterrorisme bedacht. Dus bij de vraag van wat bedoel je daarmee, daarover heb ik dus een stuk geschreven als eerste stuk bij dat blad van Veren of Lood. Heb je me gevraagd om een aanvangstuk te schrijven daarover. En kwamen anderen die daarop reageerden. Dus bij de vraag van wat is dat dan? Nou, zegt Paul, daarmee wil ik aangeven dus dat terrorisme, dat heeft met Theo te maken, met God. Theo, terrorisme. De hele terrorisme waar wij mee maken, dat is... Het heeft met Theo te maken. Oh, nou, en dan komt de Talmudist in mij. Dan begin ik met, Theo. Dus alle moorden en aanslagen en terrorisme, dat komt door dat allemaal religies. Nee, hier komt het. Nee, ik bedoel alleen de monotheïstische religies. De grote monotheïstische. De grote. Oh ja, dus je bedoelt Jodendom, Christendom, Islam. Juist. Maar die moorden en die aanslagen en dat terrorisme, die komt toch niet van Joden en Christenen, die komen van moslims. Ja, bedoel ik ook. Nee, dat is waar. Maar, maar in de Bijbel van de Joden staan ook teksten, welke teksten? Nou, teksten van Numeri en zo, die zeggen van, als je een bepaalde overtreding doet, dan moet je gestenigd worden.
Zie, ja, dat staat er wel. Ik heb voor Rabijn gestudeerd, ik ken dat wel. Maar het is nooit uitgevoerd. Het is in theorie, het is nooit uitgevoerd. En zeker nu niet. Ja, ja, dat weet ik. Je hebt ook gelijk. Wim van Rooy uit Vlaam, de Vlaamse Wim van Rooy. Die moet ik ook hier uitnodigen, daarin. Wim van Rooy. Sorry? Dat zeg je altijd. Die moet ik ook een keer hier uitnodigen. Ja, een keertje zou ik ook gewoon. Want dan, okay. Ja, dat is echt goed. En jullie hebben gelijk, zegt Paul, dat inderdaad veel meer slaat op islam dan op Joden. Nou, waarom noem je dat dan niet? Dan zeg ik gewoon islamterrorist. Als je daar mee eens bent. Wat brengt je ertoe om een term, zo'n term? Ik las in een stuk van Paul Cliteur, die zegt dus theoterrorisme. Hij gaf drie voorbeelden. De moord op de Heer van Gogh. Door een jihadist, islam, maar ook de moord op Rabin. Vanwege hij ging vredesonderhandelingen met de Palestijnen voeren. Joost. Nee, dat zegt hij niet, want anders, ja precies, dat heb ik eruit getrokken. Nee, maar van wat hij zei, maar, en dan de derde zei hij ook, zegt hij, dat is namelijk de moord op een abortusarts door christenen. Dat is een christelijk, dus daarom zegt hij de drie godsdiensten. Ja, maar kijk, en als je doorvraagt, Paul, wat ik gedaan heb van, wacht even, Yigal Amir, volgens jou, heeft Rabin vermoord vanwege Theo, vanwege goddelijke, dat is niet zo. Ik weet hoe het is in Israël, ik weet wat dat is. Hij is vermoord, hij heeft hem, als hij vermoord, dat is nog niet eens zeker, maar stel dat hij dat gedaan heeft, dan is het vanwege Oslo-akkoord, dat is een politieke moord. Ja, zegt Paul. Ja, maar ik heb gelezen dat een rabbijn heeft dat toegejuicht. Oh, ja. En dus is het terrorisme, omdat een rabbijn. Maar een rabbijn is ook, die denkt ook politiek. Die heeft ook zijn politiek voorkeuren. Ja. En dat zegt niet dat daardoor, omdat een rabbijn dat gezegd heeft. Dus het is een politieke moord. Het is een politieke moord. Dus vanaf dat moment denk ik, Paul dus, praat niet meer over Amir niet. Heeft hij ook tegen jou gezegd? Ja, dat ja. Dat heb ik verkeerd gezien, die schrap ik. Nou, dus, ik heb die mailwisseling met hem van steeds doorvragen van, totdat ik inderdaad aangaf van, maar Paul, dat is gewoon onjuist, dat hij dat zou gedaan hebben, omdat God zei tegen hem, jij moet Rabin vermoorden. Nee, dat is een politieke moord vanwege, wat wij weten in Israël, vanwege Oslo-akkoord. Oké. Hou je toch nog over? Ja, want er zijn nog steeds passages, versen in het Oude Testament die praten over steniging en zo. Ja, maar dat is geen terrorisme. Ja, ja. Nou komt het, Paul. Hoe mensen, wat ik zei toen ik 14 was, ontmoet ik nog een keer van. Je bedenkt iets en dan omheen ga je tot het absurdum toe iets erbij halen om vast te houden van. Ja, maar weet je. Wat ik versta onder terrorisme, zegt Paul, wat ik versta onder terrorisme is wanneer iemand zegt, ik doe een krim of zo, omdat God iets bevolen heeft. Ja. Maar dat is geen terrorisme. Nee. Dan is het straf eventueel. Ja, nee, je hebt ook gelijk. Nou, zo gingen wij door tot het einde schreef van, nu zijn we eruit. Zo eindigde ik mijn laatste e-mail met hem. Maar Paul is een ander mens dan ik. Ik zou in zo'n geval zeggen van, ja, dan moet ik dus iets aan. Dan moet ik gewoon dat. Maar jullie zitten dus een soort denktank eigenlijk. Maar jullie zijn er nog niet helemaal uit. Maar dit is wel een term die is niet meer weg te denken sowieso. Of zeg jij, jij wil er nog even over doordenken. En je wilt het liefst ook Paul Cliteur nog overtuigen. Maar dat moet eigenlijk lukken. Het is je goede vriend. Ja, nee, we zijn goede vrienden. Met mij niet. En je hebt gezien, ik heb jou gestuurd van zeker, andere mensen. Die Wim van Rooy, die noemde het zelfs perverse term. Om te vergelijken moslims met joden en christenen op grond van een paar versen. In Paul Cliteur geeft ook toe, ik heb hem ook laten schrijven, van ja, inderdaad, in theorie alleen. Nou dan. Nou, als je zo ver bent, dan zeg je van, wegwezen. Nee, maar ik wilde de oorsprong daarvan, en dat vind ik in de Bijbel. Oké, dan doe je mijn disclaimer. Dan zeg je van, islamterrorisme, disclaimer. Ook in de Bijbel, van de Joden en Christenen, is er soms sprake van een voorschrift om te stenigen mensen. En ik zou juist omdraaien van, als je echt goede bedoeling, inderdaad, en je wil je eigen zaak waarvoor je pleit iets goeds doen, dan zeg je van, kijk,
Nou, een heel mooi voorbeeld. Joden, christenen, die hebben zelfs in hun geschriften zulke regels, maar die doen het niet. Die doen het niet. Het staat er wel, omdat ooit is ontstaan, heel lang geleden, maar die doen het niet. Het moslims gaat om theorie wel. En praktijk, dat is het grote verschil. En moslims doen het wel. Als er straks verkiezingen zijn, en die gaan, dat weten we trouwens ook nooit, maar stel, die gaan in maart gewoon in Nederland door. Wat zijn er voor als er straks verkiezingen zijn? Ja. In maart 2021. Ja. We gaan ervan uit dat die doorgaan. Wat zijn er volgens jou de thema's? Echt mijn allerlaatste punt. Allergrootste is migratie, vind ik. Want dat is één. Ja, dat is één. En dan zou ik onderwijs ontzettend belangrijk voor de toekomst van de hele... Tot twee, waar we het net ook over hadden. Eén gezondheidszorg, gezondheidssystemen. Die drie dingen heel centraal stellen. Want alle rest, Nederland is zo rijk. Ja. Ga niet zitten te miezen over een half procent hier of een half procent. Dat komt wel goed. Dat is niet zo'n probleem. Maar ondanks deze hele crisis, dat is er niet. Maar dit zijn de grote thema's. Moeten de verkiezingen, denk jij, ook om gaan draaien. Daar moet het om draaien. En laat de kiezers ook de helder weten. Wat vind jij ervan? Waarom vind jij dat? Zodat mensen oprecht kunnen weten of ze zich kunnen aansluiten daarbij jou of niet. Mag ik jou hartelijk danken voor dit gesprek, David Pintel. Is het nu al afgelopen? Ja, maar het is pas deel 2. Nou, okay. Dan gaan we gewoon nog een keer doen.